Een belangrijke verandering is vooral dat we hadden vroeger een chronologische opstelling. Dus je begon in 1450 en je liep dan helemaal door tot aan nu. En dan merkte je echt dat mensen het gewoon moe waren halverwege. Dat hebben we veranderd. We hebben nu thema's gebundeld. Dus het gaat bijvoorbeeld over de Gouden Eeuw of over geneeskunde. En dan kan je dus gewoon per thema krijg je het hele verhaal. Anatomisch Theater is gebleven. Dat hebben we ook als project gestart voordat we dicht gingen voor de verbouwing. We wilden namelijk op een hele nieuwe manier ons verhaal vertellen. En we zijn begonnen met Anatomisch Theater. En je ziet hier het lijk al klaar liggen op de snijtafel. En alles is gebleven zoals het is. Dus het is echt een replica zoals het in Leiden stond, hè, op Rapenburg. Maar wat we gedaan hebben is dat je een hele mooie projectie ziet hier van 7 minuten. En dat is als het ware een soort samenvatting van wat je in de rest van het museum tegenkomt. Het is een hele indrukwekkende film en hij zuigt je als het ware helemaal mee, want we projecteren op de wanden, op het plafond en daar zijn ze nu nog aan het schilderen. Maar overal wordt geprojecteerd en natuurlijk op het lijk in het midden. Dus je wordt helemaal meegenomen en een prachtige voice-over van Menno Bentveld, mm-hmm, die je heel rustig van alles uitlegt. En dit is altijd een heerlijke start van het bezoek aan het museum. Hier zie je heel goed wat de verandering in het museum is. Deze zaal gaat over ziekte en gezondheid. De hele zaal hebben we ingericht. In plaats van gewoon vitrines in een lange rij, hebben we hier bedden geplaatst. En per bed behandelen we een thema. Bijvoorbeeld de ontwikkelingen aan het kraambed, of de ontwikkelingen van narcose, of hoe je opereerde vroeger, hoe je nu opereert. En dat doen we per bed. En zo kan je per bed steeds meer dingen leren. Deze zaal, dat is de laatste zaal van geneeskunde, die is wat donkerder en wat intiemer. En wat we hier eigenlijk doen is we stellen een paar ethische vragen aan de bezoekers. Dus wat vind jij ervan als we embryo's genetisch zouden manipuleren? Bijvoorbeeld om ernstige ziektes te voorkomen. Nou, en dan mag je zelf je mening daarover geven. En Diederik Jekel interviewt bekende wetenschappers over deze vragen. En dan krijg je dus extra informatie en dan wordt er nog een keer aan je gevraagd: denk je er nog hetzelfde over? Want je kan bijvoorbeeld ook zeggen: we gaan het genetisch manipuleren om beter piano te kunnen spelen. Of ik wil een kindje met blauwe ogen. Nou, wat vind je er dan nog van? En zo word je continu aan het denken gezet, iedere keer met een beetje extra informatie. En het leuke is, je kan jouw mening vergelijken met de andere bezoekers. Wat er gebeurde in de Gouden Eeuw is dat mensen veel meer geïnteresseerd raakten in anatomie. Hoe zie je eruit aan de binnenkant? Nou hebben we een spelletje gemaakt. We dachten dat kinderen het een beetje eng vonden, maar die vinden het geweldig. Nou ja. Dus hier zie je je botten. Beharing. Maar hoe kan je nou je lichaam waarnemen? Nou, dat kan maar op één manier. Er moet gesneden worden. Oh. Oké, het is wel een beetje spannend. Ja, het is heel spannend. Dus het museum is eigenlijk in de nieuwe vorm zoveel meer educatiever geworden. Het gaat echt over de bezoeker zelf. Ja, dat zie je dus inderdaad ook. Dat de uitvindingen die 200 jaar geleden gedaan zijn, dat die ook nog impact hebben op het leven van jou van vandaag.